Ik kom oorspronkelijk uit BMX'en. Mooi in mijn eigen dorp mee begonnen toen ik 6 was. En dat ging eigenlijk altijd heel erg goed. En op een gegeven moment werd ik zelfs Nederlands kampioen, Europees kampioen. En toen kreeg ik echt veel last van schouderblessures. Ik had heel vaak mijn schouders uit de kom, rechts en links. Dus daar ben ik er ook 4 keer aan geopereerd. Alleen 2 jaar daarna, ik bleef vaak maar aan het sukkelen. En toen was ik eindelijk weer goed op de fiets. En toen viel ik op een wedstrijd, had ik beide schouders uit de kom. En toen was echt het, ja, toen was wel duidelijk, ik moet hier gewoon mee stoppen. Dit kan gewoon niet meer. En toen samen met de artsen besloten van, ja, dit schiet niet op. Ik moet weer geopereerd worden. Het is gewoon klaar, het BMX'en. En toen ging eigenlijk een nieuwe deur voor me open. Want toen, de baancoaches die wilden heel graag zien wat ik kon doen op de wielenbaan. Dus zo eigenlijk via Papendal van BMX naar het baanrennen eigenlijk erin gerold. En nu 4 jaar later dan ga ik voor mijn 3e WK al. Ik vond het vooral bizar toen ik, dat was net 2 jaar bezig en toen won ik 2 keer zilver. Maar ondertussen zijn we alweer 2 jaar verder. Maar nu gaan we gewoon voor goud. Nee, ik heb mijn passie wel echt gevonden in het baanrennen. Ik durf nu ook gewoon te zeggen dat ik vind het zelfs een mooiere sport als het BMX'en. Dus ik heb mijn passie echt gevonden. Ik denk dat ik vooral het tactisch mooier vind aan baanrennen. Bij BMX viel er natuurlijk een beetje geluk mee, want iedereen kan je onderuit rijden. Dat is bij ons natuurlijk ook, maar bij ons het gaat vooral om wie het sterkste gaat zijn op de baan. Maar ook wie het slimste en het tactisch rijdt. En daarbij vind ik de wetenschap heel mooi. Ik heb zelf 3 jaar natuurkunde gestudeerd. En natuurlijk bij ons gaat alles in de details. Dus dat vind ik ook wel mooi, die aerodynamica en houding op de fiets, dat soort dingen. Ja. In het baanrennen ben ik ook wel een aantal keer gevallen. Maar dat gaat dan toch anders. Als je hier valt, dan glij je vooral. En dan die hoge snelheid. Ja, doe mij maar een aantal splinters en dan geen schouder uit de kom. Dan vind ik wel prima.